Ja, gefeliciteerd. De punten zijn weer binnen. Weer tegen een ploeg uit Eindhoven. Ja, volgens mij moeten wij alleen maar tegen Eindhovense ploegen spelen om de punten te pakken. Maar nou ja, goed, het is lekker. Belangrijk. Directe concurrent. En ik denk dat we vandaag goede zaken gedaan hebben. En zo zien we maar weer dat die punten van vorige week ook enorm belangrijk zijn. En we doen nu enigszins een stapje weg vanuit die gevarenzone. En dat is fijn. Ja, het zijn twee overwinningen op rij. En dus zes hele belangrijke punten ook. Ja, zeer zeker. Overwinning geeft vertrouwen aan de ploeg. We hebben weer enigszins moeten bouwen aan iets nieuws. Wat spelers die weg zijn gegaan. En dan ga je zoeken naar iets wat weer gaat passen binnen deze huidige spelergroep. Uiteindelijk betaalt zich dat uit. En daar ben ik zeer tevreden over. En uiteraard ook met deze drie punten. Ja, heb je dat afgelopen week op de training bijvoorbeeld gemerkt? Dat het prettig is om eens een wedstrijd te winnen. Dat het dan allemaal wat lekkerder loopt weer? Ja, zeer zeker. Spelers komen toch anders binnen op zo'n training. Maar ook in een bespreking. Maar dan is het juist zaak om toch de boel te temperen. Hè? Want het seizoen is lang. De ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Iedereen kan van elkaar winnen. Dus je had wel elke wedstrijd maximaal inzet en beleving moeten tonen om de punten binnen te halen. En dat hebben we volgens mij vandaag heel goed gedaan. Ja, dat betekent nu dat jullie twee overwinningen hebben dit seizoen. Vorig jaar zevende. Waar moet het dit seizoen gaan eindigen? Wat hebben jullie een doelstelling met elkaar geformuleerd? Ik denk een club als Groene Ster die alles met eigen jongens doet. Die moet op dit moment gewoon zorgen dat ze handhaven. En dat ze beetje bij beetje, stapje voor stapje het spel gaan creëren wat we graag willen. En dat is een beetje het vertrekpunt binnen de club. We zijn er heilig van overtuigd als we op een bepaalde manier gaan spelen zoals we willen. Dat de punten vanzelf komen. En dan komt het uiteindelijk vanzelf wel goed. In de ranglijsten uiteindelijk. Nou, even over de wedstrijd. Het werd nog even benauwd hè, aan het begin van de tweede helft. Jullie geven een 2-0 voorsprong uit de handen. Ja, dat is misschien nog een beetje de onervarenheid. Uiteindelijk corrigeren we ons op tijd. De veerkracht die we nu wederom weer tonen, daar ben ik heel content mee. Uiteindelijk moet je gewoon de dingen blijven doen die je altijd doet. En niet in paniek raken van het feit dat een tegenstander jou onder druk gaat zetten. Maar goed, inderdaad, we kwamen even terug. Maar we hebben het op tijd weten te herstellen. En met het fantastische publiek volgens mij hebben we uiteindelijk de punten hier in huis weten te houden. Ja, jullie hebben wel aan klantenbinding gedaan hè, de afgelopen twee weken. Ja, zeer zeker. Je ziet dat het weer voller en voller wordt. En ik heb het gevoel dat het de eerste volgende nog drukker gaat worden.